No. Welkom allemaal bij deze masterclass over online evenementen. En misschien dat u belangstelling hebt voor online evenementen, dan is dit de plek om te zijn en met ons mee te kijken, omdat we met een aantal hele gespecialiseerde mensen gaan praten over de do's en don'ts van online evenementen. En als je erover nadenkt, ik heb lange ervaring met ouderwetse evenementen, nog in een zaal, met bier en bitterballen achteraf enzovoort. Dat doen we nu op een radicaal andere manier. Maar wat we gaan proberen is met jullie die digitalisering, dat gaat over nullen en enen zoals we allemaal weten, maar eigenlijk na te gaan van hoe kunnen we nou van dit soort evenementen iets maken wat eigenlijk meer waard is dan die ouderwetse situatie. 1 en 1 is 2, wat wij hier proberen jullie een aantal tips te geven, zodat 1 plus 1 3 wordt. We gaan kijken van wat doe je wel, wat doe je niet, en de mensen hier achter de tafel en van deel ook extern hebben daar veel ervaring mee en kunnen daar vast praktische tips geven die je niet had willen missen. Ik introduceer 3 gasten voordat we met ze gaan praten. En aan mijn linkerkant Peter Marcus van RTL Nederland, gespecialiseerd in online seminars bij RTL Z. En daar zijn ze buitengewoon succesvol mee. We hebben elkaar in Levering, die is voorzitter van de raad van bestuur van verzorgingshuis IJsselheem. Een zeer grote instelling en daar doen ze ook veel met online bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor het personeel, heel succesvol. En tenslotte aan mijn rechterkant Mark Swiers van Online Seminar, want daar zijn we op dit moment de gast, dames en heren. Online Seminar in Amsterdam. En we horen wel veel over de economie, het gaat niet zo goed. Sectoren die of op omvallen staan of totaal moeten krimpen. Nou, ik kan je verzekeren, bij Online Seminar is er geen krimp. Even in één zin, hoe is jullie groei? Nou, qua percentage weet ik niet, maar nou, laten we zeggen dat het in ieder geval aan het verdubbelen is. Aan het verdubbelen is. Ja. En nog wel meer eigenlijk. Ja. Want ik kwam inderdaad, vroeger kwam ik hier wel vaker en dan waren jullie tevreden met 10 uitzendingen per week. Ja. Hoeveel heb je er nu? Afgelopen week hadden we er iets van 65. 65, en, ja, factor 6. Ja. Bij de KNM en de Bijenkorf en heel veel andere sectoren zijn ze een stukje loers. Eens, ja. Maar goed, een nieuwe tijd, nieuwe kansen. Ja. Ja, oké. Ik ga even bespreken wat we vandaag gaan doen. We zijn dus hier bij Online Seminar en Mark gaat ook vertellen wat zij nou eigenlijk voor een platform allemaal hebben om dit mogelijk te maken. Wij hebben de grootste expert hier, is natuurlijk Charles, want die is echt gewoon een eindeloos goede dagvoorzitter. Is heel erg ervaren met online en met fysieke evenementen. En we gaan eigenlijk met jullie bespreken de top 10 do's en don'ts. En dan gaan we het uitsplitsen over voor, tijdens en na het seminar. Want je moet dat eigenlijk allemaal met elkaar goed doen. Ik ben Vincent Everts, ik ben trendwatcher. En ik wil even zeggen wat corona voor mij gedaan heeft. Ik had zeg maar 150 presentaties per jaar ongeveer. En dan zat ik lekker op een toneel, dan ging ik erheen, deed mijn slides, was ik klaar. En toen corona weg was, toen corona kwam, waren al die evenementen gewoon weg. En nou, ik was al heel erg geïnteresseerd in online. Ik zei al tegen mensen altijd, als ze een online seminar hebben, als ze gewoon een fysiek seminar hebben, laten we de camera ophangen en laten we het in ieder geval gewoon opnemen en uitbreiden. Maar dat was dus van het ene moment op het andere, was dat gewoon de default. En daardoor hebben Charles en ik hebben nu een wekelijkse show samen, waar we gewoon een aantal gasten belangrijke dingen bespreken. Heel veel rondom corona, maar ook over stikstof en andere zaken. Hebben we heel veel in geleerd en dat willen we eigenlijk vandaag een beetje met jullie delen. Ik zit nu in deze week voor het eerst in een situatie. Maarten Peel werd van alles afgezet en kwam het heel klein beetje terug naar de zomer. Nu de afgelopen twee weken dondert alles weer in elkaar. Ik ben nu eigenlijk deze week zelf begonnen met het zelf afzeggen van evenementen. Ja. Ik ga niet meer naar scholen, ik ga niet meer naar zaaltjes, ik ga gewoon dat soort dingen niet meer doen. Ja. En dat betekent, ik had nu ergens op een podium moeten staan met een lezing voor leerlingen. En nu sta ik bij Online Seminar. Cool. Ja. Nou, symbolisch voor de nieuwe tijd. Ja, symbolisch voor de nieuwe tijd. Dus online, we zien ook gewoon dat het gigantisch omhoog gaat. Deze business die hier zit, Online Seminar, die hebben hoeveel studio's? Daar gaan we zo meteen over in. Maar die doen heel veel van dit soort evenementen. En daar gaan we wat lessons learned. Nou, we hebben ook echt hele leuke gasten. Enerzijds Peter, die al gewoon tientallen van dat soort seminars doet per jaar. En die daar heel ervaren in is. En aan de andere kant hebben we Karin. Die komt er zometeen extern bij. Die zit van IJsselheem, die zit in het oosten van het land. En die is net begonnen. Dus we hebben verschillende soorten klanten. Ik wil jullie allemaal oproepen om zoveel mogelijk vragen te stellen. Wij zijn hier om gewoon die vragen ook te beantwoorden. Op het moment dat die binnenkomen, dan gaan we ze in deze masterclass ook gewoon doen. Prima, hartstikke mooi. Karin is er nu. Mag ik Karin even zien? Dan kan ik even hallo zeggen. Ja, hartstikke leuk. Dat is Charles die normaal bezig is. Karin, hallo. Wat leuk dat je er bent. Ja, was tot 2 uur was je bezig. Fijn dat je even tijd voor ons kunt maken. Waar ben jij nu op het ogenblik? Ik ben in buiten Enschede.
Dus bijna Duitse grens. Ik zie hier de windmolens in Duitsland staan. En morgen komen ze allemaal naar Twente toe. Dus, En Charles zei, jullie zijn heel erg ervaren op gebied van IJsselheem. IJsselheem, die doen heel veel online evenementen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Je bent net begonnen eigenlijk als iemand. Wat is jouw eerste ervaring daarmee? Ja. Maar vertel eerst even over IJsselheem en jullie ervaring. Ik zie nu alleen mijzelf. Dus ik weet niet of dat helemaal technisch goed gaat. Nou praat ik dan maar gewoon tegen mezelf. Maar wij zijn eigenlijk noodgedwongen door het COVID-virus gestart met het doen van digitale sessies. Omdat wij dit jaar ons hadden voorgenomen onze strategie voor de komende jaren te herzien. En we hadden het plan klaar liggen om keurig bijeenkomst in een vergaderzaaltje of een keer een diner erbij of whatever. Toen kwam COVID. Toen dachten we, we hebben eigenlijk ook geen tijd om het uit te stellen. Dus toen heb ik Vincent gebeld en gezegd, joh, weet je, jij kan van alles met digitale middelen. Help mij. Nou, en zo zijn we begonnen. Inmiddels redelijk ervaren en merk je dat ook COVID heel veel gedaan heeft met ook allerlei andere instrumenten dan Zoom. Maar dat er heel veel MBO's, tussen dokters, behandelaren, familie, cliënten, tegenwoordig digitaal plaatsvinden. Hey Karen, en wat is jouw belangrijkste leermoment terugkijkend? Jullie zijn ermee begonnen, je hebt de hulp van Vincent ingeroepen, hartstikke goed. Wat is iets waarvan je zegt van nou, dat hebben we echt in de afgelopen periode, als het om online bijeenkomsten voor ons personeel en het motiveren daarvan en informeren van het personeel, dat is iets wat we echt geleerd hebben? Nou ja, dat je bereik veel groter is. Als ik op een afdeling zeg maar zelf even binnenloop om mensen wat te vertellen, dan tref ik er 3 of 4 van een team. En als ik dat via een digitale meeting doe, dan kan iedereen vanuit de plek waar hij op dat moment is ervoor kiezen om of live mee te kijken. Of vervolgens te zeggen, ik kijk het filmpje nog even terug. En bijvoorbeeld een van de digitale strategie sessies bij ons is door bijna de helft van onze medewerkers is dat bekeken en hebben ze op gereageerd. Ja, dat hadden we met live bijeenkomsten never nooit in gehad. Dus je bereik is echt veel groter. Ja, en het missen van fysiek contact, dat je elkaar aan kunt kijken, dat je de sfeer proeft. Dat is wat je natuurlijk vaak hoort over online dingen. Ja, dat missen we toch een beetje, ook die gezelligheid en het persoonlijk contact. Wat zeg je daarop? Dat herken ik. Ik moet wel zeggen dat je middels het scherm steeds beter in staat bent non-verbale communicatie op te halen, maar niet in hele grote groepen. Dus dat zijn wel kleinere groepen. Maar ik denk dat wij naar een samenleving gaan waar fysiek contact er zal zijn op het moment dat het er echt toe doet en waarde toevoegt. En dan is het weer fijn om elkaar te ontmoeten. En niet omdat we niet mobiel zijn, maar omdat we zeggen, nou, ik kies er nu voor om echt in de auto te stappen en naar Amsterdam te rijden of naar Utrecht of naar de plek waar ik dan wil zijn. Ja. En dat is volgens mij, dus het gaat veel bewuster ingezet worden. Kijk, ik heb even al de eerste vraag, want we gaan altijd inbreken met vragen. Zometeen gaat Sharon naar Peter toe. Maar de eerste vraag is van, wij merken gewoon een zekere moeheid, dat de animo voor webinars aan het afnemen is. Klanten worden mee doodgegooid, hoe geven we dat weer een nieuwe boost? Nou, en dat was een bericht van Cindy. Hey Cindy, daar gaat het nou eigenlijk om. Heel veel van die seminars zijn eigenlijk afgrijzelijk om te zien. Er zit geen dynamiek in. Er is niet over nagedacht hoe het eigenlijk aan de andere kant overkomt. Er is vaak ook niet nagedacht over wat je er eigenlijk mee wil bereiken. En eigenlijk moeten we veel meer doen. Ook lessen leren van bijvoorbeeld wat Charles altijd doet met Op1, elke avond. Dat zijn meer gewoon veel dynamische sessies waar je ook sommige mensen laat presenteren, andere doe je interviews. Daar gaan we eigenlijk nu over praten. Daar gaat dit seminar helemaal over. Nou, kijk, als ik nadenk over dit soort bijeenkomsten, dan vergelijk ik het uiteraard met mijn televisiewerk. En als ik zie hoe wij elke dag voor zo'n programma, wat natuurlijk voor een heel breed publiek is, en in het geval van een verzorgingshuis is dat natuurlijk anders. Of bij RTLZ is het ook nog weer een gesegmenteerd publiek. Maar er wordt heel erg gekeken in zo'n draaiboek van een uur. Hoe breng je de ritme in aan? Hoe begin je? Hoe eindig je? Je moet wat snel beginnen. Wat mag iets lichter zijn? En vervolgens gaan we ook nog weer kijken bij kijkcijfers. Dat weet jij ook. Dat je ongeveer per minuut of per seconde kunt kijken. Van wat vonden mensen ervan? Ik krijg bijvoorbeeld uitgesplitste resultaten. Waarin op een goed moment staat van. Ja, nee, om 11 uur of om 10 uur 36 stelt Charles die in die vraag. En gaan er 40.000 kijkers weg. Dan denk je van, oh, wat gebeurt er nou? Dat is echt waar. En dan zit ik met Carrie ten Apel te kijken. Ja, maar wat was er nou? Want de volgende keer is zij even met een vraag. Maar heel gespecialiseerd. En dat is zo fantastisch aan deze methode. Dat je precies kunt kijken wat mensen ervan vinden. En daarom ga ik even naar jou toe, Peter Marcus. Bij RTLZ hierin gespecialiseerd. Even luisterend ook wat we net van Karin hoorden. Wat is jouw grootste leermoment als het om die voorbereiding van zo'n online seminar gaat?
Nou, ik denk dat het valt of staat met inderdaad actualiteit, relevantie, urgentie ook. Daar kent RTL Z ons ook van. Actualiteit en mooie verhalen brengen, ondernemersverhalen, maar ook financieel gerelateerd. En ik denk dat als dat ritme klopt, zeg maar, juiste gasten, een goed onderwerp in de huidige tijdsgeest, dan weet je de kijkers aan je te binden. Ja, want dat ritme, dat zien wij natuurlijk ook bij televisie, jij ook, en ook bij webinars, dat is cruciaal. Die aandachtspannen van mensen is beperkt, dat gaat altijd een beetje zo. En op het moment dat dat zo gaat, moet je weer een momentje inbouwen dat je denkt van, oh, blijf er even bij. Ja. Nou kijk, en dat zal je ook niet vreemd zijn, dan heb je het eigenlijk over een format. Ja. En waar wij als RTL voor kiezen in samenwerking met Online Seminar, is dat we eigenlijk het uur wat het vaak duurt, zeg maar, opknippen in 2-4 keer een kwartier. Waardoor je eigenlijk ook een wisseling qua gasten zou kunnen bewerkstelligen of qua thematiek, zeg maar, wijzigingen kan maken. Dus je maakt er inderdaad een groot show van, in een inspirerende situatie, omdat anders inderdaad de spanning gewoon wegvalt. En dat betekent, en dat is voor mij buitengewoon herkenbaar, dat je nadenkt over hoe deel je zo'n uur in, ook voor wie doe je het, wat zouden ze leuk vinden, wat voor volgorde, eerst dit of... Dus het wordt een soort, ik noem het wel eens boetseren van een soort draaiboek, tot het een geheel wordt. Wat je hopelijk een uur leuk kunt houden. Ja. Even een vraag van Lianne, Peter, aan jou ook, maar ook van ons allemaal. Wat is de maximale tijd dat mensen concentratie kunnen houden met zo'n webinar, met zo'n show? Jij zegt, je hebt een uur, maar daar hebben jullie over nagedacht, want je bent al een hele tijd bezig. Kun je daar eens even wat over vertellen? We zijn sinds 2009 gestart met online seminars. Ik ben echt een senior. Nou ja, wat dat betreft kan leeftijd gelukkig nog niet, maar dat is een beetje op de... Maar in ieder geval, en we doen er ongeveer 50 tot 75 per jaar. En dat zit hem in allerlei thematieken. We doen het beursspel. We hebben dat betreft ook shows gedaan over privacy of over de grote crypto show hebben we gedaan met RTL Nieuws. En daarin zie je dat thema's belangrijk zijn en tegelijkertijd relevantie. Ook zoekend naar hoe zorg je ervoor dat je uitzondert van wat er al aan aanbod is. Ja, maar dat heb je heel goed gedaan. Wat is de gemiddelde lengte die zeg maar voor mensen een beetje te behappen is? Kijk, een uur, dat is realistisch. Daarin zien we ook wel met de statistieken die we terugkrijgen van een seminar dat haalbaar is. Mm-hmm. Je ziet natuurlijk uiteraard aan het staartje wel dat mensen een beetje dat er voldoeningen optreden, zeg maar. Maar een uur is wat dat betreft, dat zou wel de maximale lengte zijn. Oké, Mark, even Mark introduceren. Mark is zeg maar, heeft een vreselijke baan op het ogenblik. Hij is verantwoordelijk voor de commercie bij Online Seminar. Hij is onze gast hier nu. Dat is hij is de gast hier, we zijn daar gewoon nu. En terwijl we hier binnenstapten, die telefoon die was de hele tijd aan het rinkelen. Echt, I kid you not. Ja. Van hoe is dat op dit ogenblik bij jullie? En ga ook even in op die lengtevraag daarna. Maar hoe gaat het bij jullie bij Online Seminar? En wat doe jij eigenlijk? Wat is jullie taak? En wat vullen jullie in qua platform? Nou, eigenlijk zoveel mogelijk. Wij hebben een tsunami over ons heen gekregen qua aanvragen in werk. Dat kun je je voorstellen. De diversiteit van aanvragen die is nog nooit zo groot geweest. Mijn rol is het aansturen van de commerciële afdeling. En daar ben ik altijd gewend van, jongens, maak een goed salesplan. Vertel aan elkaar hoe je aanvalt. Nou ja, die kan je gelijk van tafel vegen gedurende corona. In ons geval, ik begrijp, realiseer me dat wij de gelukkigen zijn. De telefoon gaat alleen maar en we krijgen alleen maar aanvragen. Het is ongekend wat er allemaal binnenkomt. En als je dan kijkt naar is dat overheid, is dat bedrijfsleven, organisaties? Nou, ik geloof dat we nu inmiddels allerlei ministeries... Wij werken in verticals. En één was een beetje een ondergeschoven kindje, dat was overheid. Nou, is nu een van de grootste geworden. Dat alle ministeries draaien met ons. Ja, het is wordt niet bezuinigd. Wordt niet bezuinigd, nee. Ja, nee, ja, een van de leukste vond ik van... De PCS-straten die nu zeg maar worden ingericht overal, die 2000 mensen, die krijgen elke week krijgen die een seminar zeg maar, op jullie platform waar ze leren om allerlei informatie met elkaar te delen hoe ze moeten doen. En de kwaliteit ging gigantisch snel omhoog daardoor. Ja, dat scheelt gigantisch. Je had het net over de duur. Wij zeggen altijd tussen de 45 minuten en anderhalf uur. Niet langer. Dat heb ik ook tegen Martijn van Reenen van Semifest en van Momentum Capital gezegd. Hij zei, kan me niet schelen, ik ga het 6 uur doen. Toen hadden we allemaal zoiets, dat kan niet. En die geeft normaal evenementen in Paradiso en dat soort dingen. Dus we hebben het echt geprobeerd af te raden. Hij zegt, ik ga het toch doen. En wat hij deed, en misschien moeten we daar verder zo meteen over hebben, is een doos opsturen. Met allemaal genummerde kleine doosjes erin. En elk moment pakte hij weer een doosje uit, gezamenlijk met het publiek. Dus dan krijg je die interactie. Oh, ja. Een springtouw, een boek wat hem inspireerde en dat soort dingen. Hij heeft het met 2 of 3 pauzes, 6 uur volgehouden en 98% heeft het volgehouden tot het eind. Wow. Maar dan ben je wel een top presentator. Zouden we televisie echt
Ja, maar, doen we eens opzij. Karin, wij hadden op een gegeven moment hadden wij met de stakeholders van IJsselheem hadden wij zo'n hadden wij 3 uur geloof ik hadden wij met elkaar een evenement. En aan het einde, wat zei ze ook alweer? Toen zeiden we, nou moeten we echt stoppen, want we zijn nu 3 uur bezig. Wat zei ze ook alweer? Nou ja, ze waren allemaal op tijd. Dus dat was een hele, hele wonderlijke. Hè, terwijl je normaal ziet bij een bijeenkomst, dan druppelt iedereen een beetje binnen in het eerste half uur. En aan het eind wilde eigenlijk iedereen nog wel een uur doorgaan. Maar dat hebben we niet gedaan. Met 3 uur. Maar wel met dezelfde soort methodiek als dat met die kleinere doosjes. Wij hebben voor iedereen een diner thuis bezorgd vanuit onze oorsprong kampen. Zijn er allemaal boxen verspreid. En hadden we op een gegeven moment een pauze om allemaal de aspergesoep op te warmen thuis. Ja. En aten we allemaal hetzelfde met dezelfde placemat. En ja, dat maakte wel de verbinding. Dus je moet wel iets extra's doen om dan de aandacht ook echt vast te houden. Hey Karin, wie had dat verzonnen? Want ik vind het geniaal, omdat je dan eigenlijk een soort brug slaat tussen de oude manier, die ook voor een deel over gezelligheid gaat en samen in uit een kop soep en een borrel. En de nieuwe, ik vind dat geniaal. Wie had dat verzonnen? Nou, dankjewel. Dat was mijn idee. En het gaat heel erg om. Nou ja, weet je, wat je een beetje. Want dat hoor ik een beetje in de verhalen van de andere twee meneren. Dat het heel erg aanbodsgericht is. Wij zijn natuurlijk in de zorg heel erg gewend om vraaggericht te kijken. Mm-hmm. En ik stel me dan voor dat ik zelf word uitgenodigd voor iets van 3 uur. Ik had ze eigenlijk beloofd bij ons te komen voor een mooi diner. Hè, met mooi gedekte tafels, et cetera. Dat kon niet. Nou, en dan zoek je naar een alternatief. En toen zijn we op dit uitgekomen. En dat is, ja, dat heeft gewoon heel succesvol gewerkt. Maar het begint gewoon bij na te denken, wat betekent het voor die ander dat hij dit voor mij gaat doen? Want dit was natuurlijk een sessie waarin ik vooral informatie van hun wilde ophalen ten behoeve van mijn eigen organisatie. Ja, nou als we daar dan even op inspelen, van een van de vragen van O is, hoe denken wij over diversiteit? Mevrouw Karin, zijn het allemaal... Vincent stuikt wel eens over zijn enthousiasme, dames en heren. Ja, dat doe ik inderdaad. Ik stap op dat ding. Maar behalve die leuke mevrouw Karin staan hier gewoon weer 3 kerels, 4 kerels op een rijtje. Van, hoe gaan jullie daarmee om? Want ik merk dat, ik doe dat inderdaad heel erg in de programmering. A, wil je inderdaad gewoon genoeg vrouwen hebben. Maar en mijn een probleem is ook inderdaad met diversiteit. Heel veel witte mannen kennen niet gewoon veel diverse diversiteit. We zijn echt een beetje gevangen in onze eigen... Maar Vincent, als ik jouw kwotumvrouw ben, dan voel ik me natuurlijk ernstig Nee, en ik snap heel goed dat diversiteit gevraagd wordt. Maar soms moet je ook ergens beginnen. Dus ik voorzie dat zo'n prikkelende vraag als deze meneer of mevrouw stelde, dat die zeker tot effect gaat leiden. Ja, oké. Okay. Laten we even met elkaar gaan praten. We gaan voor, tijdens en nadoen. Voor het evenement. Dat is zeg, ik mag niet op dat ding slaan. Ja, sorry, Charles. Ik ben inderdaad te enthousiast. Goed, we gaan eerst even praten over voor. Die evenementen die voorbereid worden, hoe doen jullie dat bij RTL? Hoeveel tijd stop je in die voorbereiding? Hoe belangrijk is dat en wat zijn de lessons learned daar? Nou, ik denk dat dat eigenlijk het cruciaalste gedeelte is van het seminar. Omdat daarin eigenlijk de aanjaging plaatsvindt voor de mensen die je uiteindelijk in het seminar krijgt. En wat dat betreft is dan de hoeveelheid natuurlijk ook wel altijd wel een belangrijke factor. Dus we beginnen ongeveer een maand van tevoren. Dan zetten we een landingspagina neer waarbij mensen zich in kunnen schrijven. Dan zorgen we ervoor dat er eigenlijk een hele duidelijke uitnodigingstekst staat. Wie presenteert het? Wat zijn de onderwerpen? Wat kun je verwachten? Je kan vaak ook al vragen insturen. En daardoor creëer je eigenlijk al een soort van achterpoelen, zeg maar, dat je dan al daaruit kan putten. Nou ja, gedaan op televisie. We doen het in onze tickertape. Dat is de balk onder in beeld. Via de mailings die we met de database hebben. Onze nieuwsbrief gebruiken we eigenlijk allerlei momenten en plekken om het groot te maken. Ja, nou, er zitten al een hele hoop van de lessen zitten daarin. Oh. Goede teksten, what's in it for me? Wat heb ik er nou eigenlijk aan als ik mee ga doen met dat webinar, seminar, online meeting? En ook heel erg droog koken naar een boodschap. Ja. Ik heb zo vaak tegen organisatoren gezegd, oké, we gaan nu een event organiseren, vaak in de zaal, soms van 10:00 tot 5:00. Ik zeg, oké, die mensen komen straks thuis en dan zeggen ze, waar was je vandaag? Ja, ik was op een congres over Huppe de Pup. En dan is de wedervraag van degene die thuis is, en wat zeiden ze? Wat zeiden ze? En dat is cruciaal dat degene die dan thuis komt na zo'n hele dag, wat zeiden ze? Er komt er 1 zin uit. Juist, het ging over en het was dit. Die kernboodschap, die wil je sturen. En als het je lukt via zo'n draaibegin, dan zet het met je eens. Dat is bij televisie inderdaad voortdurend zo. Van wat
wil je nou eigenlijk, en dat, moet je, dat is eigenlijk de eerste vraag, ja. dat je in één of twee zinnetjes, bullet zegt van, dit wil ik, dit is de takeaway message. En van daaruit ga je bouwen. Dan ga je het wat korter maken, wat langer, wat sneller, wat grappiger, enzovoort. Dan komt dat informeren, inspireren. Maar die eerste vraag, wat willen we nou eigenlijk met z'n allen? Maar dat geldt bij jullie ook een hoge. Maar goed, dat is dan leuk met, Peter. Maar Peter heeft een bak met leuke presentatoren en een prachtige moderateur. Jij bent niet normaal. Jij bent echt gewoon zeg maar, de professionele kant van het gebeuren. Dat is hier maar anders, die honderden presentaties, zeg maar, hoe gaat het daar op dit ogenblik? Die alle ministeries doen, die alle bedrijven doen. Die iedereen eigenlijk moet doen, want iedereen moet inspireren, informeren. En op een gegeven moment dingen voor elkaar krijgen met het personeel. Met het personeel, met de stakeholders, met de leveranciers en met de klanten. Nou ja, het wordt heel veel onderschat en dat is wel een dingetje. Even los van het feit dat het natuurlijk belangrijk is dat je weet wat er gaat gebeuren voor zowel de gasten als de organiserende partij. Merk je ook dat hoe eerder je bent, hoe meer rust je creëert. Wij raden ook altijd aan 2 weken van tevoren moet alles gewoon staan. En natuurlijk komt er dan nog eens een keer een videootje en natuurlijk komt er dan nog eens een keer even iets tussendoor gefiest. Maar op het moment dat wij ontvangen de mensen altijd 1,5 uur van tevoren, doen we een dry run. Maar op het moment dat er dan nog mensen staan en die zeggen van oké, maar dat moet erin. En degene die dan voor de camera moet staan, die heeft al even plat gezegd vlekken in zijn nek op het moment dat hij achter de desk kruipt. Ja. Dus kwaliteit gaat de kosten van de kwaliteit. Karin, jij bent nu weer bezig met een aantal evenementen voorbereiden. Hoe bereid jij dat voor? En wat zijn voor jou de belangrijkste dingen? Ja, ik snap dat als het een online seminar is, dat je daar wat anders naar kijkt. Wij gebruiken natuurlijk vaak de technische ondersteuning in plaats van de live meeting. Dus ik benader het ook heel vaak zoals we een ander overleg zouden voorbereiden of een andere meeting. En zoals gisteren heb ik nog een keer een live meeting met een aantal leden van de cliëntenraad gedaan. Daar heb ik inhoudelijk niet een andere voorbereiding voor dan wanneer dat in een online seminar is. Dus het is voor ons eerder een onderliggende techniek, dan dat het echt een doel is zoals het hier net beschreven wordt daarin. Dus we hebben heel veel verschillende soorten online meetings. Daarom hebben we een seminar. En aan de andere kant heeft Karne, die het gewoon gebruikt om een organisatie te runnen met 2.500 personeelsleden. Dat is iets heel specifieks. Hè? Anders dan een commercieel event of een voorlichting van de overheid. Als je dat realiseert. Ja. Ik vergelijk het wel eens. Je loopt een slagerij binnen en zegt, goedemiddag, wat kan ik voor u doen? Ik wil een pond vlees. Nee, vertel wat je wilt. Maar nee, dat klinkt heel flauw. Ja. Maar je krijgt mensen, dat zou jou bekend voorkomen, die inderdaad binnenkomen, ik wil een online webinar. En en dan? Ja, waarvoor? Waarom? Ja. Wat? Hoe, en dat? Wie, wat, waar, wanneer, waarom? Ja. Ja. Dus dat is inderdaad. We hebben dan ook, als je kijkt over, als je dat format nu een beetje voor je hebt, op een gegeven moment, het kan inderdaad gewoon een meeting zijn. Nou, bij meetings is het al heel belangrijk dat je de mensen een beetje voorbereidt. Want iedereen zit allemaal thuis te werken. En wat ik altijd doe als ik tegenwoordig dit soort dingen organiseer, dat ik iedereen gewoon een paar cadeautjes ga sturen. Dus dat is als het een beetje een evenement is, zeg maar. En dan kunnen we even naar Charles kijken hoe die thuis een evenement aan het doen is. Want dan zit hij gewoon achter zijn bureaustoel en dan heeft hij daar gewoon zo'n groen schermpje achter hangen. En daarachter zetten we dan de meest mooie vormgeving aller tijden en dat ziet er dan ook fantastisch uit. Dus kleine dingen, dit kost dan zeg maar 6-7 tientjes. En ook het allerbelangrijkste. Maar de belichting was wel een rip uit mijn lijf, hoor, dat zie je. Je ziet het inderdaad professioneel. En even het allerbelangrijkste. Wat is het allerbelangrijkste bij een online meeting? Het allerbelangrijkste. Niet het beeld, het geluid. Als het geluid niet deugt, is iedereen binnen de kortste keren verkeerd. Dus geluid is heel belangrijk. Dus daarom sturen we ook gewoon mensen een USB-microfoontje voor 6 tientjes. Die dan 100 keer beter geluid geeft dan gewoon zo'n laptopje. Dus dat soort kleine dingen, die kosten niet veel, daar moet je gewoon iets aan doen. Dus dat zijn de basics qua techniek als je mensen laat inbellen zoals Karin. Mm-hmm. Hé Karin? Ja, ik ben nog in afwachting van dat USB-microfoontje. Ja, nee, maar dat gaan we nu, dat is mijn lessons learned. Jij krijgt van mij, voor de volgende evenementen krijg jij gewoon een greenscreen. En een greenscreen en een goede microfoon. En daar gaan we dus mee aan het werk. Nou, je kunt klanten gewoon een overweging geven. Als je 5 gasten hebt in je show. Stuur ze als cadeautje met een strik eromheen zo'n microfoon. Als je ze een beetje in bulk inkoopt. Wat kost zo'n microfoon? Een paar tientjes kun je ze krijgen. Tot 2000. Maar voor een paar tientjes heb je echt een hele behoorlijke microfoon. Die echt beter klinkt
dan is een draadje aan je hoofd. Ja. En die sprekers, die zijn je dan ook echt eeuwig dankbaar, want dat hebben ze dan voor één seminar gekregen, maar dan komen ze daarna, komen ze bij alle andere evenementen, komen ze met goed geluid aan en een mooi beeld. En dan hebben ze de komende 3 jaar zijn ze de hipste in de hele branche. Zeker als je bij de overheid werkt of bij het grote bedrijfsleven. En ze is echt niet om aan door te zien hoe dat en gaat. Als iemand een cadeau krijgt, vertellen ze het altijd door. Van, weet je wat ik nou heb gekregen van die en die? Maar kijken. Ja, nou, dat is weer eens wat anders dan, dan een flesje wijn. Oké, hey, even nog. Ik wil even vragen van wie heeft er al eens een keer een evenement georganiseerd? Dus even, zet even de poll aan. Dus stel even wie al zo'n evenement heeft georganiseerd en of je het al heel vaak hebt gedaan en dat soort dingen. Oké, dan even. Belangrijk is, welke gasten heb je? Welke soort gasten? En sommige mensen die zijn fantastisch voor de camera. En anderen die kunnen er echt helemaal, moeten nog aan wennen. Charles, dat zeg je netjes. Ja, ze moeten eraan wennen. Charles, hoe doe jij dat met die gasten, zeg maar? Hoe schat jij ze in en hoe help je ze dan mee? Nou, het is natuurlijk een combinatie van wat je zelf zegt. Van een aantal mensen weet je, die kunnen blijven voor een camera goed overeind zijn. Goed, de een kan zijn eigen verhaal vertellen. En de ander moet je op weg helpen met vragen. Die diversiteit, in ieder geval bij een tv-programma zoals waar ik voor werk, daar letten we heel actief op. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Soms lukt het slechter en de andere keer gaat dat beter. Maar ook voor de hele aanblik van hoe zo'n programma eruit ziet of hoe zo'n webinar eruit ziet, is dat uiteindelijk ook wel van groot belang. En ik moet zeggen dat, ik loop al een tijdje mee, dat de afgelopen jaren toch ook wel ingrijpend veranderd is. En dat we het eigenlijk nu totaal normaal vinden en eigenlijk meer dan normaal, gewenst, noodzakelijk, dat we er heel actief op letten, maar dat zal bij jullie ongetwijfeld ook zo zijn. Ja nee, zeker. We werken met een redactie en die een expert kan nog zo goed zijn, maar als die qua representativiteit of het overkomen op beeld en geluid dan toch wat tegen zou kunnen vallen, dan wil je er toch voor kunnen kiezen om uit te wijken. En dan is het vaak in een mix weer goed op te lossen. Dus dat is zeker belangrijk. Ja. Ja, maar jullie hebben goede moderatoren en dat is even één het belangrijkste. Je moet eigenlijk iemand hebben. Een vlot iemand die een beetje kan mensen uit hun comfortzone kan halen, die een beetje enthousiast kan maken. En dan zijn er twee dingen. Sommige mensen kunnen heel goed presenteren, die kunnen de ruimte gewoon vullen. En ik zou zeggen, 80% moet je dat niet laten doen. Die moet je gewoon door middel van vragen en vertalen wat de klant, wat de mensen die kijken willen weten. En die moet dat dan op een gegeven moment gaan neerzetten. Ja, en een heel belangrijk criterium wat mensen wel eens vergeten, die denken van, oh, dat is een professor in de Hubbedepub of die heeft dikke boeken geschreven. Ja, interessant. Maar de vraag die eraan vooraf gaat, wat voor soort bijeenkomst wil ik nou eigenlijk? Als je bijvoorbeeld, om goede Vincent Eberts te noemen, die weet ook hele ingewikkelde technische onderwerpen altijd entertaining te brengen. Wil je, dat zal voor jullie ook een keuze zijn, wil je een entertaining programma, het moet ook een beetje leuk zijn en grappig zijn, dan neem je iemand anders dan wanneer je een publiek hebt wat echt zeer inhoudelijk geïnteresseerd is en wel die professor van het dikke boek wil horen. Het ene is niet goed, het andere is fout. Ja. Dus wel, mijn boodschap is opnieuw, denk na wat je wilt. Mm-hmm. Vraag van tevoren, ook dat zal jou bekend in de oren klinken, vraag aan je klanten, wat heb je voor ogen inhoudelijk, maar ook qua sfeer. Mm. Als je Vincent uitnodigt over elektrische auto's, krijg je een ander event dan wanneer je professor Huppertepup van de TU in Delft uitnodigt over elektrische auto's. Ja, ja. Absoluut. Absoluut. Ja. Karin, ja. Even een vraagje aan jou. Van, Mark, neem het aan. Nou ja, goed, we wel adviseren erin. Hè. Het is wel, de klant is uiteraard de baas over de eigen content. Maar zeker, we adviseren erin, zorg dat de spreker goed is en denk na over je gasten. Probeer het wel te polsen. Dus met andere woorden, in die anderhalf uur, proberen we wel even van tevoren te checken van oké, komt hier een tekst uit en is hij boeiend genoeg? En misschien moet je dan nog even wat adviezen uitbrengen. Ja, zoals Karin voor haar werknemers is natuurlijk een totaal ander doel en een andere dynamiek dan wanneer je het voor een externe publiek. Toch Karin, dat zijn mensen die al heel veel van je organisatie weten, die al gemotiveerd zijn, dan denk je er anders over. Nou, ik neem aan dat jullie het ook zo programmeren, heel gericht op het feit dat het jullie werknemers zijn. Zeker, en we kiezen ook een bewuste keuze, maken we wanneer we het interactief maken en wanneer we wat meer zendend zijn. He, dus als ik mijn organisatie meeneem in hoe het ervoor staat ten aanzien van COVID op dit moment, wat heel positief is op dit moment, we hebben geen besmettingen, heel fijn, dan is dat wat meer een digitaal zendfilmpje, om het zo maar te zeggen. Maar wanneer ik wat op wil halen, ja, dan wil ik een interactieve setting. En waar ik dan ook iemand nodig heb die dingen zoals dit, waar je elkaar op kan zien, en mensen in beeld komen als ze wat vertellen, dat je dat ook goed in beeld kan brengen. Ja. En wat het mooie is, en dat is misschien wel een effect voor mensen die ook hier naar luisteren, die zeggen, goh, ik wil dat ook in mijn eigen organisatie doen. Onze organisatie kent 14 verschillende werklocaties voor de huizen en voor de wijkverpleging nog veel meer settingen. Als je verbinding wil maken, is dit wel een prachtig medium om dat te doen. Je kan elkaar tegelijkertijd op al die verschillende plekken toch echt ontmoeten.
Ja, en dan heeft Karin dan een beetje mazzel bij IJsselheem. Zij is gewoon heel erg goed voor de camera. Weet je wel, van, toen ik haar gewoon vroeg, geen enkel probleem, bla bla bla, begon gewoon enthousiast ook. Zij kan ook goed omgaan met vragen van personeel. Er kwamen bakken met vragen van personeel. Daar gaf ze ook gewoon meteen antwoord in. Dus dat scheelt ook dat de ene persoon kan dat ook veel beter dan de andere. Wat wel fijn is, dat je gewoon iemand in de eigen organisatie hebt die organisatie goed kent en die goed kan praten. Daar moet je heel erg op selecteren. Niet de hoogste persoon. Toevallig is Karin dan zeg maar voorzitter van de Raad van Bestuur, maar je moet gewoon een persoon hebben die daar goed mee bezig is. Ik ga even terug naar de resultaten van jongens. Wie hebben we eigenlijk voor ons? Dus 19% heeft vele keren gedaan, 36% een paar keer. Kan ik het laten zien zo in de uitzending? Kan dat dan zo? Ja, doe dat. Toon de resultaten. Oh, die kijken. Iedereen ziet dat nu ook. Wij zien het hier niet. Wij hebben hier afkijk alleen. Nou, dus 1 keer 8% en nooit 36%. Dus wat dat betreft hebben we hier een vele keren. Hoe zit dat met jou, Mark? Die gasten, al jouw klanten. Van hoeveel procent doet het voor het eerst en hoeveel procent doet zeg maar al 20 van die seminars in de rij? Ja, dat vind ik wel een moeilijke inschatting. Helemaal nu het een beetje scheef getrokken is met corona, hoor. De meeste zijn aan het beginnen. Alles wat er nu inkomt aan aanvragen begint. En dat zijn mensen die echt met hun handen in hun haar zitten, omdat ze niet weten, hun events gaan niet door, help ons. En die nemen we aan de hand. Maar ja, we bedienen al wel, weet ik voor hoe lang een aantal klanten. En die doen we op wekelijkse basis, als je kijkt naar ING of die dergelijke, een hele ervaren partij. Dus dat is heel divers. Ik zou even de percentage niet weten. Ja. Nou, dat herken ik wel, want uiteindelijk hebben we ook wel gezien dat deze periode nu vooral een enorme boost heeft gegeven aan online evenementen. En vooral in dit geval specifiek dan webinars. Want veel fysieke evenementen natuurlijk niet doorgingen, moest men op zoek naar een alternatief. En die heeft men dan gevonden in een webinar. En dat is echt gewoon wel een kwalitatief alternatief daarvoor. Terwijl je in het begin eigenlijk gewoon een basis aan klanten had die gewoon structureel dat wel deed. En af en toe had je dan een nieuwe relatie, maar nu hebben wij wel echt ook die piek wel gezien. En voor jullie is het, jullie zijn een commerciële organisatie. Ja. Het is ook een verdienmodel voor jullie zeker geworden. Ik bedoel, iedereen heeft het hartstikke moeilijk, advertenties zakken in, maar dit is voor jullie een nieuwe mogelijkheid gewoon om geld te verdienen. Absoluut. En je biedt dus op een hele toegankelijke wijze toegang tot het publiek wat benaderd of bereikt moet worden. Op een laagdrempelige manier en tegelijkertijd interactie, je bouwt dataverrijking op, er zit een mediapakket omheen, je hebt een goed verhaal wat je kan brengen zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Dat heeft wel heel veel gedaan, ook voor RTL Z wel, dat je toch met je publiek op relevante plekken zichtbaar kon zijn. Ja. Ja. Mag ik nog één tip ook in de voorbereiding, waar ik in de loop van de jaren echt heel veel voordeel uitgehaald heb, is dat je een week voor het event begint met de mensen die er actief in meedoen te bellen. Gewoon als moderator of als redacteur, het hangt er vanaf. Ik doe nu bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten voor slachtofferhulp. Nou, dat zijn forse sessies met journalisten, met advocaten, met onderzoekers. En die bel ik allemaal op. En mijn eerste vraag is, wat wil je kwijt? En noem mij het allerleukste, meest pregnante, veelzeggende voorbeeld uit jouw praktijk als het gaat om slachtofferhulp. En dat helpt zo ongelooflijk, dat haal je er vaak live niet onmiddellijk uit. Als ik ze op een kladje heb staan van die had dat voorbeeld en die had dat voorbeeld, en je laat mensen erop reageren, dan wordt het vaak zoveel meer concreet dan wanneer je maar gaat staan van, nou ja, nee, maar dat is een goeie en die doet al heel lang verslaggeving of is heel lang advocaat, prima allemaal. Maar even die krentjes, die pareltjes eruit trekken om ze, en dat helpt inhoudelijk enorm. En dat is een deel van die voorbereiding waarvan ik zeg van alsjeblieft doe dat, trek daar tijd voor uit en moeite, dat gewoon goed voor elkaar is. Dat helpt enorm. Nou, helemaal mee eens. Ik denk ook, het kan ook op een andere manier, door je deelnemers al vast van tevoren te activeren. Dus met andere woorden, hoe interessant is het op het moment dat ik ga zaterdag kijken en ik krijg 3 dagen van tevoren krijg ik een mailtje van welke onderwerpen zou je interessant vinden? Geef een polvraag van tevoren. Ja. Nou, dan kan jij je kracht van het programma alleen maar verhogen. Dus dat werkt. Wat scherper. Ja. En meer to the point. Ja. Ja. De sfeer, jongens, de sfeer in het programma is ontzettend belangrijk. En de sfeer die wordt goed als mensen elkaar kennen. Dus van tevoren niet gewoon een call, een beeld, gewoon even een Zoom call. Een Zoom call met elkaar, dat iedereen een beetje weet wie die persoon is. Wij zetten ook altijd zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd in de uitzending, dat je gewoon dat we niet even zeggen, nou gaan we Peter doen en daarna is Peter weer weg en dan gaan we Mark doen. Nee, je probeert zoveel mogelijk mensen in de studio die dan ook een beetje aan elkaar gewend zijn en kunnen interoperen. Dat interactie is gewoon leuk. Ja. Met die kijkers, die vragen die ik heb hier die allemaal komen, die zijn leuk. En met elkaar is gewoon heel erg leuk. Jij had ook echt een leuke manier verzonnen, Charles, om
mensen uit het bedrijf te krijgen die niet zomaar normaal in zo'n meeting gaan opkomen. Dat iemand de jongste of zo. Ja, wat ik bij gewone ouderwetse traditionele events vaak gedaan heb. Dan de eerste voorbespreking. Nou, dit is het concept draaiboek, Charles. En dit zijn de sprekers die komen. En dan zit je er naar te kijken. Dat zijn allemaal toch op een beetje type zoals wij. De baas hier en de baas daar en de baas zus en zo. En ik heb een aantal keren aan organisatoren voorgesteld. Vraag nou aan elk van die mensen om hun jongste bediende mee te nemen. Maar de jongste bediende met het meeste talent. Een jong talent uit jouw bedrijf. Van je bank of je organisatie of je ministerie. Waarvan je denkt van nou, dat is echt een toppertje. Ja. En dan heb je ze uiteindelijk. Ik heb het een paar keer nu gedaan dat ik zei van. Dan ga je ook mee bellen. Hè? Even kijken of dat werkt. En ik heb wel eens voorgesteld dat niet die directeur en die voorzitter. Laten we nou eens beginnen met die jonkies. We zetten die drie jonkies op het toneel en zeggen over het onderwerp van vandaag. Ik ben 25 of ik ben 27 of ik ben 28 en ik doe dit en dit in het bedrijf. En dit is mijn toekomstvisie voor dit bedrijf. Ja. Dus niet met die grijze muizen, man, vrouw enzovoort. Nee, die jonkies als eerste aan het woord laten. En elke keer denk je van wat verfrissend. Ja, en Karin, jij hebt een heleboel van die leuke mensen zeg maar natuurlijk in jouw organisatie. Dus hoe gaan we dat in het komende seminar doen? Dat we echt onafhankelijk, dat we onverwachte mensen zeg maar een rol gaan geven? Kijk, waar het om gaat is dat je vooral zorgt dat, vind ik belangrijk, dat er een herkenbaarheid zit in de mensen die deelnemen. He, dus dat de uitkomsten die je krijgt uit je overleg of uit je seminar, dat vertaalbaar is naar de rest van je organisatie. En daar kan je voorwerk in doen door mensen inderdaad te enthousiasmeren. Ik heb van Vincent ook geleerd, je moet niet alleen maar mailtjes sturen, maar ook in de appgroepjes van de verschillende disciplines zorgen dat daar dat bericht in komt. En zodat je zeker weet dat een aantal die je betrokken wil hebben, dat die ook aanwezig zijn bij die meeting. Ja. Wat ik zelf wel heb gemerkt, wat jullie net vertelden over het voorbereiden van zo'n seminar en de mensen van tevoren bellen. En wij zouden dat in de verpleegkunde vertraagde anamnese noemen. Hè? Dus je gaat alvast wat voorwerk doen en later stel je nog wat meer diepgaande vragen. Waar het vooral om gaat is dat je mensen ook die verbinding laat maken met wat het doel is van die bijeenkomst. En dan werkt het eigenlijk gewoon als een trein. En ik hou ook wel van een beetje toeval. Weet je? Je moet ook soms wel durven dat je een beetje verrast wordt. Ik snap dat op live tv misschien anders is dan bij een interne meeting. Ja. Maar ik hou wel van verrassingen. Nou ja, dat bereik je, Karin. Ik ben het ontzettend met je eens. Ik zeg vaak, dit soort werk staat of valt bij zorgvuldig voorbereide improvisatie. Ja. En dat is eigenlijk de kern, echt alle twee. En wat jij nu zegt, ik ben dus ontzettend voor goede voorbereiding en ik ben voor de improvisatie. En op het moment dat je dat echt goed in je hoofd hebt en zegt van, kijk, als je mij op een tafel zegt en zegt, Charles, wil je een uur over Donald Trump praten? Dan ga ik op die tafel staan en praat een uur over Donald Trump, omdat ik het in mijn hoofd heb. Maar ook omdat ik het zo lang al aan het voorbereiden ben en er al zoveel jaren mee bezig ben. Ja, dus even improviseren van, gaat dat hij nou corona heeft, Trump, gaat dat hem helpen of niet? Vertel even. De kans dat het leden gaat opbreken is groot. Want de mensen die toch al op hem stemmen, die blijven waarschijnlijk op hem stemmen. Maar als hij echt ziek gaat worden, dan kan dat een geweldig probleem opleveren. Vooral omdat de allerbelangrijkste methode die hij heeft om mensen aan te spreken, is in een stadion gestaan met 15.000 mensen. En zeggen, ik ben de beste en ik ben de best president God ever created. En dat kan hij nou niet meer doen, want hij zit thuis bij Melania op de bank. Wat hij op zich ook al vrij vervelend vindt. Even leuk, om dat af te maken, dan gaan we door. Hij heeft net een boek geschreven, Charles. The World After Donald Trump of zo? Nee, Amerika na Donald Trump. Amerika na Donald Trump. Dus hij heeft zich duidelijk uitgesproken, dit gaat niet gebeuren, ben ik heel blij mee. Oké, laatste onderwerp voordat we naar de volgende gaan, is van uitnodigen. Uitnodigen van mensen. Karin had het er al over, je moet niet alleen maar op e-mail zitten. Als je op een gegeven moment mensen wil hebben, e-mail is iets waar gewoon mensen helemaal gek van worden. Dus je moet ook gewoon in de plekken zijn waar mensen met elkaar discussiëren. Dus WhatsApp is heel erg belangrijk om het daarop te verspreiden. In social media, als je het een openbaar seminar wil hebben. Hè, dus we hebben nu gewoon ook een paar honderd mensen die meekomen. Nou, dat kwam via LinkedIn. Dat kwam via Twitter. Hè, van jij hebt een mooi Twitter-account. Maar überhaupt, mensen hebben altijd een Twitter-account, een LinkedIn-account. Je kunt het aan mensen binnen de organisatie zeggen. Kun je deze gaan verspreiden via jouw LinkedIn en via jouw social media? Het belangrijk is om daar goed over na te denken. Jullie hebben daar een kunst van gemaakt. Hè? Je hebt natuurlijk echt al die professionele kanalen. Maar iedereen die een evenement heeft, die wil gewoon de juiste mensen hebben.
Ja, wat wij bij ons, Wekelijkse webinar doen, Vincent en ik, inderdaad, we koppelen het bijvoorbeeld aan mijn Twitter-account. En ik heb iets van 70.000 volgers. Dus als je naar mijn timeline gaat. Ik ben 20, ik ben beginneling. Ja. Dan klik je aan en dan zie je live, zie je dat event gaan. Ja. En vervolgens, als je dus kijkt in de teller, dan hebben wij regelmatig via dat simpele kanaal, hebben we 1.500, 2.000 of meer kijkers. Ja. En simpelweg omdat het live meeloopt. Dat is een kwestie van, ik kan het zelf niet, maar Vincent is daar hartstikke slim in. En je koppelt het aan elkaar. En dat loopt gewoon mee. Als je dus een aantal mensen hebt uit het gebied, ook, dat geldt ook voor Karin en voor jullie wereld, van mensen die een beetje spraak- en smaakmaker zijn, de Kees de Korte van deze wereld en anderen, zeggen van, god, mag ik het aan jouw Twitter-account hangen? Ja. Nou, dan heb je een bereik wat je vergroot. Nou, Karin had het straks over meer mensen bereiken dan gewoon fysiek. Nou, dan krijg je dus echt een explosie aan mogelijke volgers. Maar het is een kwestie van organiseren. Ja, mijn ervaring is, als je het goed doet, moet een online evenement minimaal 3 keer zoveel mensen opleveren als een fysiek evenement. Minimaal. Ja. En als je het goed doet, 10 keer zoveel. Toch? 10 keer zoveel. Zitten jullie als het goed gaat? Ja, ongeveer. Laten we zeggen 10 keer zoveel. Als je het echt goed doet. Ja, kijk joh. Kijk, het is heel makkelijk voor iemand om aanwezig te zijn. Je gaat zitten, je hoeft nergens naartoe en je kunt het vanaf je huis, vanaf je bank bij wijze van spreken bekijken. Dus ja, dat loopt heel snel op. En mensen vertellen het elkaar en kunnen later en kunnen in de auto of in het vliegtuig. Nou, vliegtuig tegenwoordig niet meer, maar dat zijn. Ja. Ja, ik denk wel dat er een groot verschil zit tussen, zeg maar, de eigen achterban activeren en een nieuwe doelgroep bereiken. Ja. Waarbij je inderdaad dan dus ook groot verschillen krijgt in aantallen. Dan vind ik aan 10 keer zoveel best fors inderdaad. Ja. Terwijl wij, doordat we dat breder neerzetten, zeg maar, waarbij je online seminar vaak met het bedrijf zelf doet, gaan wij wat in de breedte zitten en dan heb je andere aantallen. Wij kunnen ook geen mensen gaan bellen, helaas. Nee, dat doen we technische ook. Nee, of WhatsApp ook al niet. Die gegevens heb je dan misschien wel, maar daar mag je dan weer niks mee. Oh. Aan de andere kant, tenzij mensen toestemming geven. Ja. Maar tegelijkertijd, dan ben je dus wel weer snel aangewezen op mailings. En dan is social media natuurlijk wel weer prettig. Ja. En dan heb je tv en dan heb je Karin van, als je nou gewoon een bedrijfje hebt met een paar honderd mensen, ja, jullie dan een paar duizend mensen. Maar hoe krijg jij die mensen erbij? En jij bent de beste met dat diner, dat was echt gewoon, iedereen was er en iedereen bleef 3 uur en die vond het geweldig. Maar dat waren de stakeholders, alle belangrijke mensen, zeg maar, van jouw bedrijf. Maar bij personeel bijvoorbeeld, hoe doe je dat? Ja, kijk, wat het voordeel was, dat live deden, ik weet het al niet eens meer precies, 150 mensen of zo mee. Dat was anders de maximale opbrengst geweest als we het fysiek hadden gedaan, dus gewoon een ontmoeting. En daarna hebben we nog tot over de 1000 mensen die filmpjes nagekeken en gereageerd op enquêtes die we daarover stuurden. Maar ik wilde eigenlijk nog wat toevoegen, want we hadden het over nieuwe doelgroepen. We hebben dit ook gedaan met onze cliëntenraadsleden en onze vrijwilligers. En dat zijn niet de 25, 26-jarige jonge honden, ook af en toe. Maar vooral zijn dat veel senioren mensen. En we denken vaak dat mensen die wat ouder zijn, dat die daar wat minder vaardig mee zijn. Nou, dat valt reuze mee. En soms moet je even mensen over een drempel helpen. Maar ik herinner me onze meeting waar mijn voorzitter cliëntenraad een fantastische hoofdrol kreeg. Doordat hij net als wij hier nu in zo'n studio meedeed. En eigenlijk zijn visie heel mooi weergaf. Doordat hij daardoor Vincent ook heel erg toe uitgedaagd werd. En dan zie je dat daarmee een hele nieuwe dynamiek ook met elkaar kan ontstaan. En je veel meer verdiepende gesprekken kan hebben. En dat is eigenlijk wel, ja, dat was echt hartstikke tof. En ook daarvoor gold dat we meer dan gemiddeld reactie op kregen. Ja, dus en, het aardige was dat die Wim van de cliëntenraad, die wou alleen maar toehoren. En op het laatste ogenblik hebben we gezegd, Wim, jij komt er gewoon bij. Hup, in de studio. Nou, dat was echt gewoon de gauw gooi, want die was, ja, die kon helemaal in die sfeer van de cliëntenraad. En de mensen, het waren hun mensen. En daarna is dat filmpje ook geweldig bekeken. Ja, even nog even het bericht van Lianne. Minimaal 3 keer, maar tot 10 keer. Dat is inclusief achteraf, terugkijken. Dus wat dat betreft, ik probeer altijd, mijn doel is altijd als ik zeg, nou, mensen willen 100 mensen hebben in de zaal. Nou, dan probeer ik 300 mensen live te krijgen. Maar daarna probeer ik het gewoon een factor 3 tot 10 keer zoveel te krijgen. Dus het kan echt gewoon veel en veel meer. Dus, en dan maakt je slimmer aanpak ook via social media en andere kanalen. Lukt je dat ook? En dan zijn we echt een soort, als het je lukt om bijvoorbeeld ook vanuit een organisatie, zeg maar, een soort ambassadeurs aan te wijzen. Van oké, jij zit ook voor dit bedrijf of voor die organisatie of voor dat onderwerp. En mogen we jouw social media accounts gebruiken om het verder te verspreiden? Ja, dan is 10 keer is nog maar een begin. Er is, ja, we zijn nog maar, wat dat betreft, als je het met me eens bent, staan we eigenlijk, hoe geavanceerd jullie hier ook zijn, als ik hier rondloop, echt fantastisch. Maar we staan eigenlijk maar aan het begin van dit
deze manier van communiceren, volgens mij. Nee, daar ben ik van overtuigd. De huidige situatie heeft het wel in stroomversnelling gebracht. Maar we zijn er nog lang niet. Dit gaat veel en veel verder. Ja. En misschien ook leuk om even toe te voegen. Wij merken ook heel erg dat als je een evenement organiseert en dan heb je diezelfde 300 mensen heb je in een zaal zitten. En je stelt een vraag aan die zaal, dan zullen 5 mensen, nou misschien 10, zullen daar antwoord op geven. En die willen wat zeggen. Maar online? Op het moment dat je het online doet, dan krijg je gewoon een bak met vragen over je heen. En wat het heel interessant maakt, want dan weet je juist wat je doelgroep doet. Ja. Dus het zorgt ook veel meer voor interactie. Want mensen die hebben geen schroom om daadwerkelijk een vraag te stellen of te reageren met een bepaalde mening. Okay. Net als de vraag hier. Dat heb ik nummer 10. Gaan we even de poll delen. Maar ik heb 2 poll gedeeld. En dat is, wat was het moeilijkste bij het organiseren van jouw online evenement? Nummer 1 is een vlot seminar neerzetten. Daar hebben we het met elkaar over. Dus daar gaan we zo meteen over praten tijdens het seminar. Maar het nummer 2 is genoeg deelnemers krijgen. Dat is echt gewoon, je doet al die moeite en er komen gewoon 50 tot 100 man op dagen. En weet je wat, dat is echt omdat dat eigenlijk niet genoeg aandacht krijgt. En daardoor moet je inzicht krijgen in wie je nou eigenlijk wil bereiken. En nou, wij werkten met IJsselheem, merkten wij van WhatsApp is een heel belangrijk kanaal. Veel beter dan het intranet. Het intranet is toch meestal dood. E-mail is ook eigenlijk gewoon helemaal niet fijn. En als jij gewoon een paar influencers in de organisatie hebt die het gaan verspreiden, krijg je veel en veel en veel meer mensen. En hetzelfde als jij gewoon een openbaar seminar doet. Of een online meeting, dan heb je ook gewoon, wie zijn de influencers? Waar krijgen mensen die daar naar heen gaan, waar krijgen die hun contacten vandaan? En dat zijn dan hele andere mensen dan de officiële online meeting van het secretariaat of van de commerciële afdeling. Daar moet je dus in gaan stappen. Dus wat doen jullie daar bij RTL? Precies wat Vincent beschrijft. Wat voor middelen zetten jullie in vanuit jullie organisatie en vanuit jullie ook commerciële doelstelling om mensen erbij te krijgen? Ja, we hebben 2 types. We hebben een redactioneel seminar, zeg maar, dat is zonder adverteerders of sponsoren. Ja. En we hebben dan met een adverteerder, waarbij de adverteerder, zeg maar, dan gewoon betaalde content. Zeker, ja. En vaak, of eigenlijk altijd, een expert ook aan tafel, waarbij we dan het gesprek zo journalistiek mogelijk met elkaar opzetten. Maar altijd, wat ik eerder al aangaf, is televisie een onderdeel, online is een onderdeel. En ook gewoon via persoonlijke kanalen. Ik denk dat ik dat wel kan onderschrijven, dat als het vanuit het merk of de persoon zelf komt, dat ook enorm helpt. Want die mensen hebben een achterban en dat werkt gewoon heel prettig. Maar zoveel als mogelijk opbouwen en vasthouden. Dat wilde ik graag nog toevoegen. Dat een single online seminar of een uitzending, zeg maar, is hartstikke goed. En als dat een urgentie op dat moment heeft, vooral doen. Maar zorg er vooral voor dat je weer terugkomt. Maak er een reeks van. Herkenbaarheid. Mensen willen graag dan weer de volgende keer denken, oh ja, dat was leuk en dat wil ik nu meer over weten. Laatste vraag over dit en dan gaan we echt naar het evenement zelf. Want we zijn al lekker bezig. Hoe bereik je nou het gewenste publiek wanneer je nog onbekend bent als organisatie? Nou, dat doe je dus via verschillende methodes. Daar kun je, Charles, ga jij er zo meteen even op in. Maar 1, je kunt een aansprekelijk iemand uit de industrie pakken die een beetje een naam heeft. Dat je daarmee kunt gaan scoren. Die kun je ook vragen om online media die hij of zij heeft te gebruiken. B, kun je ook gewoon, je kunt natuurlijk op plekken waar een heleboel van jouw soort mensen bij elkaar komen. Er zijn vaak allerlei platformen, er zijn websites waar mensen veel komen. Daar moet je op een gegeven moment uitvinden en daar moet je jezelf bekendmaken. Niet met je organisatie, maar gewoon het thema, de vraag die je gaat beantwoorden. En daar zijn heel veel plekken van. Moet je wel uitzoeken, moet wel de goede zijn. En ten derde, heb je ook in je organisatie heb je al vaak een heleboel mensen die ook al een netwerk hebben en die kunnen ook enorm helpen. Ja, dat laatste is cruciaal. Waar we hier over praten is eigenlijk voortdurend gewoon je netwerk verbreden en vooral ook verdiepen. En de methodes die daar nu voor zijn, ja, die zijn zoveel rijker dan wat we vroeger hadden als we met z'n allen in het Beatrixgebouw in Utrecht stonden van 10:00 tot 5:00. En je moet je daar, laat je ook als je het niet zelf weet, ik weet niet hoe Karin dat gedaan heeft binnen jullie organisatie. Maar op het moment dat je daar mensen voor raadpleegt, of je erin verdiept hoe je dat het beste kunt doen, dan zijn er echt mensen die ontzettend handig in zijn. Van dit hebben jullie ze waarschijnlijk in huis. Om dat op dat moment te verbreden en te verdiepen. En dan is de sky the limit, zou ik bijna zeggen. Ja, hoe doen jullie mensen dat? Niet van die RTL's met die professionals, maar die andere honderden, zeg maar. Hoe doen die dat? Wij adviseren er alleen maar in. We hebben nu niet de mensen hier zitten die zeggen van oké, kom maar door, wij zetten een online campagne voor je neer. Daar schakelen wij dan wel mensen voor in, daar weten we partijen voor. Maar het is niet dat we daar nu zelf in bedienen. Ja, en dat is echt gewoon leren werken met dat soort partijen. Oké, we gaan even naar het online evenement zelf. Daar hebben we al veel over gesproken. We hebben al gezegd, het platform is belangrijk. Geluid is het allerbelangrijkste. Een beetje mooie vormgeving, zoals we hier in zo'n mooie studio zitten. Maar als je dus zo'n greenscreen hebt,
als je mensen van thuis hebt, dat is al heel erg belangrijk. En goede microfoons dat gewoon doen. Ja. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat sfeertje waar Charles het over heeft. Het sfeertje. En hoe beïnvloed je dat sfeertje? Door, hoe doe je dat, Charles? Nou, ik ging even de dingen los van de inhoudelijke voorbereiding waar ik het straks over had. En die allerleukste anekdote, dat mooiste voorbeeld. Maar maak mensen ook duidelijk van wat je ook wil, bijvoorbeeld als het gaat om interactie onderling. Ja. Als je bijvoorbeeld 5 of 6 gasten hebt en je hebt ze allemaal in zo'n schermpje of voor deel achter een tafel, dat maakt allemaal niet uit. Maar vertel ze van tevoren, ja, we willen heel graag dat jullie onderling communiceren. En val elkaar maar op een beleefde manier in de reden, zolang het geen Donald Trump, Joe Biden wordt. Maar als je die levendigheid erin, want dat is ook een keuze. Je kunt ook zeggen, nee, ik wil echt mensen gewoon uit laten praten, het moet rustig en bedaard. Nou, oké, prima. In de meeste gevallen is het leuker als je het wat levendiger maakt. Maar dat is een deel van de briefing voor de mensen met wie je het doet. Wat ik wel een nuttige tip vind ook nog, is die mensen die dan uiteindelijk online inbellen, doe een proefstartje. Tenzij mensen zeggen, oh nee, maar we doen dit elke een dag. Een proefstart. Right. Gewoon een keer inbellen. Oh, ja, dat je zegt, van, nou laten we even kijken of die verbinding het goed doet. En laten we even je geluid testen. En laten we even kijken of die wifi-verbinding bij jou thuis of op je kantoor of in de café waar je zit. Ja, en dan niet een kwartier van tevoren, maar de dag van tevoren. Dat is even, moet je iemand vrijmaken die gewoon even die 5 of 6 mensen belt. Even kijken of het, en niet dat je zo in beeld zit. Nee, dat je gewoon zo in beeld zit. Hele basisdingen, Hele simpele dingen, als je die in het laatste kwartier voor een uitzending moet doen, is het gewoon zonde. Nee. Ja, met wat advies erbij van we testen nu deze lijn. Maar als die in de avond is en zo'n lief die gaat Lord of Warcraft spelen. Ja, dan daar moet je voor waken. Dan moet je die lijn ook vrij Als het even kan, hardwire. Ja. Gewoon een schepje erin. Ja, dat is hartstikke goeie, mooi. Absoluut. Oké, nou eventjes vragen aan Karin. Wat heb jij nou geleerd over wat een boeiend seminar oplevert, een boeiende interactie? Want elk evenement wat je tot nu toe hebt gedaan, dat gaat behoorlijk goed. Oh. Dag Zoom. Oké, Peter. Het ging goed. Peter, hoe ga jij met die interactie? Hoe ver is dat nou bij jullie in de studio echt heel erg gescript? Of hoe ver is er reactie voor interactie met de kijkers en interactie met de gasten aan tafel? Ja, dit was natuurlijk gescript, dat snapt iedereen. Dat dit natuurlijk bedoeld was. Dat ja, ik, nee, dat dag Karin, mij, ja, dus dag dat, Karin, hi Peter. Dat nee, dat is hartstikke belangrijk. En we hebben recent voor een grote accountancy-organisatie een uitreiking gedaan van een grote award. Waar er 80 mensen in Zoom zaten. We hadden nog 10 juryleden, we hadden 2 gasten aan de desk. We hadden nog een verslaggever op de redactie staan. Dat was een presentatie. De mix aan middelen en contacten en media inzet, zeg maar, dat maakt het natuurlijk ook spannend. Wij staan hier ook vrij traditioneel. We hadden wat dat betreft ook mooi op sofa kunnen gaan zitten. Het kan allemaal zo sprankelend als je erin hadden heel erg mee kunnen spelen en zo. Het is heel betrouwbaar, dat is alleen maar goed. Maar uiteindelijk het gaat om de inhoud. Maar tegelijkertijd, de spanning, er is al zoveel aanbod. Ja. Dat is belangrijk. Mag ik even aan onze techneut vragen? Kunnen we hier niet op dit scherm elkaar in hebben? He, want we zien Karin alleen als ze in beeld is, maar Karin is er weer. Hallo Karin, hoe zorg jij dat je die evenement boeiend wordt? Het was natuurlijk even belangrijk dat je eventjes die afspraak had, maar hoe hou jij dat boeiend en interessant? Van dat je weet wat je kernboodschap is of je kerndoel. En voor mij gaat het er heel erg om dat het voor degene die deel gaat nemen is, what's in it for me? He, bijvoorbeeld bij de strategie-sessies van onze medewerkers. Ik heb mijn medewerkers gevraagd, waar moeten we ons de komende 4 jaar op richten? Ja, dat was heel duidelijk dat zij zelf een aantal dingen konden inbrengen die ze belangrijk vonden voor de komende 4 jaar. Want zij werken hier, zij moeten daar lol aan hebben. Dus what's in it for me is denk ik een belangrijke. Dus, en ik snapte dat als je aanbodsgericht veel meer kijkt, dat een andere insteek is. Maar zo kijk ik ook naar waar neem ik wel en niet zelf deel aan. Dan kijk je toch naar what's in it for me. Heel belangrijk. En wat volgens mij ook belangrijk is, dat je de mensen enigszins bij de hand neemt. Ik ben dus wat ik straks zei voor die zorgvuldig voorbereide improvisatie. Het moet een soort luchtigheid en losheid hebben die het uittilt boven gewoon heel saai. Maar dat je bijvoorbeeld halverwege je programma zegt, van, dames en heren, we zijn nu halverwege. En zometeen, we hebben ook nog een gast tussen me zo. Of we hebben nog dit. Dat je mensen als het ware lekker maakt voor de tweede helft. Omdat dat is natuurlijk anders dan bij een traditioneel programma, waarbij je ook op een programma zit te kijken op rij 13, stoel 5. Je hebt eigenlijk geen idee wat er komt. Nee, je moet mensen wel een beetje bij de hand nemen, waar zijn we nou eigenlijk? Of je moet ook duidelijk maken van, we komen nu bij het derde en laatste onderdeel van ons programma. Dus die guidance, dat je mensen als het ware een soort gids geeft van wat je gaat doen, en ze ook lekker maakt van wat er eventueel nog komt. Dus als je een soort gadget, in wat voor vorm ook op het laatst nog kunt doen, dat werkt alleen maar goed. De leukste gast tot het einde.
Hey Mark, kun jij ook bijvoorbeeld dingen doen, wat ik heel leuk vind, als je nou een flink seminar hebt, dat je 40 mensen achter je hebt van Zoom, dat die allemaal meekijken en zo. Ja. Kan dat makkelijk gewoon geïntegreerd worden? Want er werd hier gevraagd, wat voor software kun je nou eigenlijk integreren? Kun je Teams integreren, Zoom, in jullie platform, wat dus helemaal van begin tot het einde alles organiseert? Kun je dan ook al die andere dingen inprikken? Ja. In principe kan alles natuurlijk. Gisteren was van Interfood, hadden wij een hele leuke show met Merel Westrik. En daar waren de kijkers, de deelnemers, stonden allemaal in schermen eromheen. Dus eigenlijk zit je te kijken en je ziet jezelf daar in het klein. Oh, ja. En die schermen die veranderen dus steeds. Ja. Nou, dan hou je toch een beetje die betrokkenheid. Dat kan. Alle denkbare tools zijn natuurlijk in. We werken nu met Zoom en we kunnen dat met VMix doen. Die zijn allemaal te integreren. Ja. Als ik één tip mag geven, jongens. Eén manier om gewoon de deelnemers aan een online evenement te verbinden, is om ze gewoon lekker te laten lullen met elkaar. Dus in Zoom heb je heerlijk gewoon. Je zit 130 mensen, je drukt op een knop. Iedereen komt willekeurig met 5 anderen. Je geeft ze een opdracht van ga praten over dit. Ga praten over dit. En je stopt ze in kamertjes en gaan 5 of 7 minuten presenteren. En daarna zijn ze weer helemaal gerevitaliseerd. Heerlijk. Ja, top. Dus dat werkt heel erg handig. Oké, en dan hebben we natuurlijk het professionaliseren van de content. Hè? De video's ertussen door de websites en dat soort zaken. Dan wordt het meer ook gewoon tv. Ook weer zoals een tv-programma qua draaiboek wordt opgebouwd. Dat je ook naar spanningsbogen kijkt. Je weet gemiddeld maximaal 7 minuten dat mensen echt geconcentreerd zijn voordat ze weer aan hele andere dingen gaan denken. Daar zijn ook leuke enquêtes over. Maar die 7 minuten moet je wel een beetje in de gaten houden. Dat je om de 7 minuten toch een soort aandachtsmoment, als mensen even weggezept zijn of even weggedoezeld, dat je ze weer eigenlijk even bijtrekt. Dat moet eigenlijk in een soort ritme in zo'n draaiboek terugkomen. En dan maak je verder in het draaiboek komt misschien zelfs iets sneller, omdat mensen een beetje vermoeid raken. Het moet wat dat betreft een ritmiek hebben die aansluit gewoon bij hoe mensen informatie verwerken. Ja. En doe er even iets luchtigs tussendoor. Je kunt ook overwegen om een moderator te nemen met een soort sidekick. Die voortdurend een beetje zit te porren. Bijvoorbeeld inderdaad zo'n jonge hond die zegt van ja, meneer Groenhuizen of meneer Evers of wie je verder maar als moderator hebt. Ja, maar dat zeg je nou wel, maar hallo. Ja. Dat werkt afhankelijk van wat je wilt als opdrachtgever. Ja. Je kunt zeggen, wel een saaie moderator die 6 interviews doet. Oké, veel plezier ermee. Mm-hmm. Dat is niet het leukste en niet de beste manier om al je mensen vast te houden. Mag ik jullie dan ook nog een tip geven, heren, daar in die studio? Doe ook eens iets fleurigs aan of zo. Vind je dat nou een beetje rood? Maar het is wel een zwart shirt eronder. Dat maakt het wel weer een beetje somberder. Dus iets fleurigs aan en dat je dan ook... je hoeft het niet op elkaar af te stemmen, maar dat helpt ook. Maar Vincent is speciaal naar de kapper geweest voor deze uitzending. Ja, en is mijn kleur weer, is rood weer niet goed? Nou, ik doe paars, ik doe geel, maar dat soort zaken, dat is... is er een verschil, Peter, tussen volgende keer hetzelfde aan wat ik jou... toen ik met jou praatte, dus had je hele andere kleren aan. Dus dat hebben we nu even gehoord van degene die daar professioneel mee bezig is. Die blouse met bloemen de volgende keer weer. Nou, die vrouw moet dragen wat je prettig vindt. Ja, inderdaad. Maar is er een verschil tussen hoe jullie tv-programma's maken en hoe je webinars maken? Wat is het verschil? Er zit geen enkel verschil in. We gebruiken ook dezelfde crew, zeg maar, dezelfde productie-redactiemensen. Omdat het juist, wat Charles ook aangeeft, die diversiteit aan content eigenlijk. Je wil het ook weer uit kunnen halen en weer op andere momenten kunnen verspreiden. Dus je wil het ook snippets uiteindelijk genereren. En Instart is heel prettig. En als je dat niet hebt, dan is het prettig dat je die interactie nog hebt met je kijkers. Dus dat samen maakt het dat het uitdagend genoeg is. Ja. Ja, we hebben nog 3 minuten. Ik heb even nog een poll gevraagd. Wie presenteert uw online evenementen? En daar is 78% heeft iemand in het eigen bedrijf. Nou, dat is een geweldige keuze als je zo iemand hebt als Karin, want die kan dat ook echt heel erg goed. Daarvan heeft dan nog 19%, we hebben een ingehuurde dagvoorzitter. En 4% heeft een relatie van het bedrijf. Dus dat is in ieder geval ook het gezicht van zo'n evenement is gewoon ontzettend belangrijk. En er zijn hele leuke mensen die dat kunnen doen. Maar je kunt ook een gradatie aanbrengen. Je kunt ook zeggen, in de voorbereiding halen we de 1 of 2 mensen bij die wat systematischer en met misschien iets meer deskundigheid naar zo'n model kijken. En dan kun je vooral je eigen dagvoorzitter erbij zetten. Dat is allemaal een keus. Prima. Maar probeer ook eens uit of het helpt als je iemand erbij haalt die daar wat beter over heeft nagedacht. En bijvoorbeeld in samenspraak met de vooral technisch ingestelde mensen van een bedrijf als Online Seminar. Ja, dan kun je echt meerwaarde creëren en kun je het nog steeds precies zo vormgeven als je zelf wilt. Met bijvoorbeeld, wat zie jij, veel interne voorzitters, veel externe?
Die het voortouw nemen in de organisatie. En ook uiteindelijk voor de camera komen? Ja, dat zijn toch wel de interne. Ja, over het algemeen zijn het wel de interne. Die weten het meest van de stof. En de technische vragen die gesteld worden, die kunnen gelijk beantwoord worden. Die ik denk wel dat het seminar valt of staat met een goede host. Daar ben ik mee eens. En dan zijn natuurlijk Vincent en Charles daar uitstekend voor geschikt. Bij RTL zie je dat ook, dat je dan toch kan leunen op die... Op dat vakgebied, jullie hebben zeg maar. Fantastische presentatoren. Nou ja, en dank daarvoor. Maar tegelijkertijd, aangevuld met expertise vanuit de gasten aan de tafel, maak je een hele mooie mix. Ja. En ik denk dat je dan de leidraad van de moderatoren, presentatoren hebt. En tegelijkertijd de input van de gasten. Ja. Die mix. Dames en heren, het spijt me. Het is 3:00. We gaan nog even 5 minuten door om na het seminar. Want dan moet je echt nog een hele hoop doen. Dus iedereen die nou tot 3:00 heeft gehad. En Karin, heb je nog 5 minuten voor ons om de laatste nog eventjes te doen? Of moet je nu weg? Nee, ik heb nog 5 minuten. Prima, dan houden we het 5 minuten. Langer doen we dat niet. Je moet ook altijd gewoon zeggen wanneer je begint en wanneer we eindigen. Daar zijn wij ook altijd heel goed in, hè, Charles. Wij beginnen gewoon om 2:00, we eindigen om 3:00. En dan zijn we om 3:30 vaak nog bezig. Dus wat dat betreft, wij zijn ook masters in improvisatie. En we merken ook eigenlijk dat het aantal kijkers helemaal niet afneemt. Dat is echt gewoon van, daar merken we helemaal niks van. Maar we hebben dat toch gewoon beloofd. En dat is professioneel. En dat gaan we dan ook nu doen. Maar na het evenement... Als je dan een succes wil maken, dan moet je daar tijd aan steren. Nou, Mr. Professional, hoe doen jullie dat? Nou, wij zorgen altijd voor dat iedereen die zich ingeschreven heeft, die op welke reden ook niet heeft kunnen kijken, sturen wij een mail achteraf. Ja. Wij zeggen, je hebt je ingeschreven, jammer dat je niet was, maar hier is de video om terug te kijken. Ja. En dan uiteraard ook de boodschap van de partij waarmee we het samen doen. En ook een mail naar de mensen die wel hebben ingeschreven en ook hebben gekeken. Joh, fijn dat je er was. En hier is nogmaals de content. En tegelijkertijd plaatsen we ook vaak een artikel met nog de meest gestelde vragen uit het seminar. Een samenvatting. Ja. Mensen die geen behoefte hebben om het seminar te kijken, kunnen dan toch nog met de content samenmaken. Of die distributie van die kleinere fragmenten. Ja. Dus we zorgen wel voor dat er daarna weer een stroom aan content is. Ja. En vaak weer opbouwen naar het volgende seminar. Je kunt ongelooflijk veel leren van zo'n seminar. Dus A, krijg je cijfers bij jullie bij online seminars. Helemaal geweldig. Dan zie je echt meteen wanneer mensen eruit komen. Dus die professionaliteit die Charles heeft bij Op1, die heb je dan ook bij online seminar. Die geven jullie precies aan. Natuurlijk hoe de polls erin zitten. Wat mensen er uiteindelijk van vinden. Dat vraag je natuurlijk ook aan het einde. Heb ik helemaal niet gedaan hier. Godverdorie, ik heb helemaal geen poll. Wat vind je nou van deze online seminar? Foutje van mijn kant. Maar dus, kan die nog even erin aan de techniek, even nog aan het einde een evaluatie daarvan. Dus dat is heel belangrijk. Dan ook een artikel met de samenvatting en dat op een gegeven moment bij het filmpje maken, bij het filmpje neerzetten. Want mensen willen het vaak niet helemaal. Met een paar linkjes erin van delen. Ja. En linkjes. En dan gewoon, dit was interessant over dat, dat was interessant. Je moet het even opdelen, dat meteen naar de video gesprongen kan worden. Want dat kunnen jullie maken. Je kunt het voor ons opsplitsen in stukjes van 3 of 4 of 5 minuten die je in zo'n verhaal wat Vincent... Ja. Oh ja, dat is het tweede. Eén is de beschrijving. Ja. Eén is de beschrijving dat je gewoon zegt, op 10 minuten gebeurde dit, op 20 minuten gebeurde dat. Je kunt ook stukjes eruit halen. En die apart op YouTube zetten en andere dingen, zodat je dat weer gaat gebruiken. Het is een bak met content webinar, die kun je helemaal uitmelken. En uiteindelijk gaat het dan om het doel. Bij Karin was het zo dat je 1000 mensen, dat je de helft bereikt en de andere helft die vertelt het wel. Maar bij anderen is het, als je iets wil verkopen, dan is het natuurlijk dat het doel. Maar je wil altijd inspireren, informeren en of een andere doelstelling. Karin, wat heb jij gedaan nadat jij die seminars hebt georganiseerd? En wat heb je geleerd dat je eigenlijk dat je de volgende keer op een andere manier beter gaat doen? Ik wilde eigenlijk het voorbeeld noemen wat gisteren was. Hadden wij een seminar over medicatieveiligheid in de wijkverpleging. Nou, het zal niet het onderwerp zijn wat meteen op één haalt, maar heel belangrijk voor veilige medicatietoediening in de thuissituatie. En dat is ook een soort van methode om verantwoording af te leggen hoe wij subsidiegelden van VWS besteed hebben aan een heel belangrijk onderwerp in die wijkverpleging. Dus nog even terugkijken op wijkverplegingzwolle.nl. 1 oktober was het seminar, of webinar heet dat dan. Hè? En, dus het is ook een soort van verantwoording maken over hoe je dat geld hebt besteed en wat het resultaat daarvoor voor is geweest. Ja. En inderdaad, als je mee hebt gedaan, kreeg je het filmpje van leuk dat je keek en hier is het nog en inspireer anderen. En even terug naar die strategiesessies bij IJsselheem intern, is dat we nu in een ronde zitten van toetsen, hebben we jullie allemaal goed gehoord? Dus de hele tafel vol informatie die we opgehaald hebben, hebben we vertaald in een document en in een praatplaat. En we zijn nu aan het toetsen, hebben we dat goed opgeschreven en aan het verfijnen. En inmiddels is het strategisch kader al inspiratie voor ons jaarplan 2021. Ja. Dus daarmee is het een continuum hoe je het gebruikt.
Ja. Het is dus een mooi moment in de tijd dat je zo'n seminar hebt. En daarna kun je er ongelooflijk veel mee doen. Hartstikke mooi. We gaan afronden, dames en heren. Dat heb ik beloofd. Het is 15 euro. Maar nog één tip. Ja? We hebben het heel over inspiratie, informeren, motiveren. Ik ben een eenvoudige alfa en heb weinig verstand van cijfers. Ja, ja. Maar mijn oproep zou zijn bij dit métier, en jullie zijn er heel goed in het verzamelen van cijfers, ook tijdens zo'n uitzending, de voor en na, echt tot twee cijfers achter de komma, dat je kunt zien wat er gebeurt. Wat wij bij televisie ook veel doen. Het is ongelooflijk leerzaam. Het is ongelooflijk leerzaam te zien hoe zo'n curve gaat. Waar gaat het goed en waar gaat het minder goed? En doen mensen dat, Mark? Ja, zeker. Nee, absoluut. Wij zorgen voor een hele uitgebreide verslaggeving van wat het gedrag is geweest. En ja, daar leren mensen van. Ja, even los van leren. Misschien komt dan de volgende keer de voorzitter van de Raad van Bestuur ietsje korter aan het woord. Ja, precies. Nou ja, bijvoorbeeld. Dat zijn goede tips. Dat is niet over jou, Karin. Nee. Ik wil even zeggen, Karin was ook fantastisch. Er was een ALV, een Algemene Ledenvergadering van de Werkgeversvereniging. Want je hebt natuurlijk aandeelhoudersversies, werkgevers. Iedereen heeft allemaal organisaties. En daar was jij een geweldige, actieve kijker. Je zat de hele tijd te bestoken met allerlei vragen. Hoe vond je dat om als toeschouwer daarbij te zitten? Ja, wat heel leuk is als je dus een saaie ALV normaal hebt waar 13 mensen komen. Dat dit dus ook inderdaad weer die 3 tot 5 keer meer deelnemers had. En wat net gezegd werd, in een zaal steek je aarzelend je hand op. En hier kun je heel makkelijk een vraag stellen. En of een opmerking maken die al dan niet wordt meegenomen door de voorzitter van de vergadering of de moderator daarbij. En ja, het is, normaal zit je misschien wel eens even tegen je buurvrouw in zo'n zaal te zeggen van, nou, ik vind het allemaal maar niks of zo. Ja, nu kan je dat op de chat doen. Dus dat is heel anders interactief. Dus soms is het ook wel een beetje net als vroeger een briefje schrijven in de klas, hè? En dan toch even die boodschap doorgeven. Ja. Ik moet zeggen, al die jaren dat ik in zalen dit soort bijeenkomsten voor gezeten heb, waar ik ook vaak Vincent tegenkwam, dat je dan vaak om 4:15 naar die bitterbal en de bier het pand verliet. En dat je bij jezelf dacht, ja, en dan? En hoe verder? En dat is ook fascinerend aan deze methode, dat je dus verder kunt. Dat je kunt opdelen, dat je mensen kunt activeren, motiveren, ook achteraf. En ik zei helemaal in het begin, 1 plus 1 is 3 als je het goed doet. Als je alle methodes gebruikt die wij nu ook vandaag besproken hebben. Het is wiskundig niet helemaal verantwoord wat ik zeg. Maar dan is 1 plus 1 kun je 4 maken als je het slim doet. Inderdaad. En dan creëer je echt meerwaarde. En gaat het ver uit boven gewoon dat saaie 0 en 1 in de digitale wereld. Die digitale wereld biedt ongekende fantastische kansen. Ja. Heb je dat ook dat idee dat jouw klanten gewoon aan het begin zijn van een route, van een journey? Ja, heel erg. Wat ik net al zei, het is gewoon een gigantische groeimarkt. En dat wat wij ermee doen en wat we adviseren, dat is, ze zetten nog niet eens een tiende in van wat de tool nu biedt. We kijken, 1/10. Ja, dat is ongelooflijk. En zodra ze meer, iedere keer is het voor hun ook weer een leermoment van, oh, maar kan dat er ook mee? En stel, kijk nou eens wat je met zo'n call to action bereikt. En kijk nou eens hoeveel mensen er on demand in één keer hebben gekeken. We hebben live 100 waren het er en 300 waren het er, bij wijze van spreken. On demand, en dat kan je zo lang mogelijk laten staan als je zelf wilt. Ja, er zijn 1000 manieren. En Peter, wanneer word jij je eigen online seminar BV in plaats van RTLZ? Want jij bent eigenlijk nu veel succesvoller daarmee, toch? Nou, het gaat heel goed. We hebben er zeker dit jaar nog 10. Dus dat is in een kort tijdsbestek best veel. Dus dat geeft het succes al aan. Wellicht verder dan we denken. En bij online seminars zijn veel vacatures, heb ik begrepen. Oh. Dus dames en heren. Ja. Karin, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor het delen van jouw ervaringen. En ik hoop dat we elkaar ook binnenkort weer gaan zien. En dat we dan al deze lessen weer gaan gebruiken om dat jouw komende evenementen weer mooi te maken. Wel mooi in zo'n traditionele sector zoals de haren dit soort dingen echt opbloeien. Hè? Dat is ook een soort leermoment dat je... Dan moet je toch echt een keer gaan komen. Want als je ons nog een traditionele sector noemt, dan ben je heel lang niet in een verpleeghuis geweest. Dat is die inderdaad niet geweest. Ik neem hem mee. Ja, ik kom de volgende keer mee, beloof ik je, Karin. Ja, ja. Ik wou nog even zeggen van... Charles zag mij altijd op toneel. Dan ging ik praten over digitale techniek en auto's en allemaal dingen. Tegenwoordig vind ik het gewoon veel leuker om andere mensen te interviewen. Het is gewoon eigenlijk, die online wereld is zo leuk. En überhaupt ook gewoon om te proberen om het enthousiasme en de inspiratie en de informatie om dat over te brengen. Dat is echt geweldig. Het maakt niet uit waar ze zitten. Ja, maakt niet uit waar ze zitten. Je kunt ook gasten van het buitenland overal makkelijk erbij pakken. Ja. Never spoil a good crisis. Corona is wat dat betreft gewoon een zegen voor dit gebeuren. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken. En Charles, kun jij het even afsluiten? Daar ben je al dus zo goed in. Ja, nee, wat jij zegt, het maakt niet uit waar mensen zijn. Het maakt niet uit waar ze verstand van hebben. Het maakt niet uit hoe ze erbij zitten. Alles kan wat dat betreft. En ik moet zeggen dat ik ben het heel erg met Vincent en met jullie eens.
Het fascineert dat je zegt, 1/10 van wat er kan gebruiken we nu. En wat dat betreft inderdaad, het is ongelooflijk wat dat betreft met alle problemen die we hebben en bedrijven die het niet goed doen. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Het is the sky is the limit. Ga ermee aan het werk. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dank jullie wel. Dank je wel Peter. Dank je wel Mark. En dank je wel Karin. En dank je wel Cheryl. En dank je wel Vincent. Ja, we willen stoppen.